De week na de derby moest Spakenburg laten zien de nederlaag tegen buurman IJsselmeer wel eens goed verteerd te hebben. Probleem was voor de trainer André Paus om een goede opstelling te krijgen, want een aantal vaste krachten ontbrak in de wedstrijd. Zoals Hans van der Haar, Robert Verschragen, Jeroen Hessing, Danny van der Meijrakker en aanvoerder Ivo Rotiné nog steeds niet fit genoeg om te starten. En uiteraard hebben we het er nog niet eens over Ruben Wilson. Spakenburg kwam niet onaardig uit de startblokken. We zien hier de eerste kans in de wedstrijd. Mogelijkheid voor Harry Zwarthoed. Ja, nog drie finales. En Paus had zijn mannen voorgehouden. Houd de druk op de ketel. Je weet nooit wat er nog gebeurt met IJsselmeervogels. Met een lastige uitwedstrijd tegen Katwijk voor de boeg. De druk ligt dan bij de koploper. Wij moeten kunnen profiteren. Wij moeten nog drie finales spelen en die winnen. Hier is Jeffrey Winter weggelopen. Jeffrey wel aanwezig, broer Kevin niet. Hij is geschorst, heeft dit jaar al drie rode kaarten opgepakt. Amesguiu, Zwarthoed, heeft de bal terug aan Amesguiu. Hoek is lastig en Orlovski stopt de bal in de korte hoek. Corner dan, vanaf de rechterkant. Het is weer Amesguiu en die bal lijkt in de goal te gaan, maar wordt op de lijn gered door de verdediging van Rijnsburg. Rijnsburg op de derde plaats. Maakte een slechte periode door na de winterstop. Prachtige redding van Orlovski op de inzet van Steur. Maar de scheidsrechter had al afgefloten vanwege buitenspel. Bijna een onmogelijke bal, maar Jeffrey Winter gelooft erin. En zet voor en vindt dan de voet van Joost Poelman. De twee oud-IJsselmeervogels-spelers helpen hun ex-ploeg een handje. Want de naaste concurrent Spakenburg wordt hier op achterstand gezet. Dan een paas van Zwarthoed en dan lijkt Houwing buitenspel te staan. Aan de rechterkant stond Steur zeker buitenspel, maar de bal komt in het midden bij Houwing terecht. En hij krijgt het voordeel van de twijfel van Mike van der Roest, de scheidsrechter. En Houwing tekent hier zijn 14e competitietreffer aan. En zo wordt de ruststand bereikt met 1 tegen 1. En kan Spakenburg dan in die tweede helft op zoek gaan naar de overwinning? Op dat moment is duidelijk dat IJsselmeervogels op een 2-1 voorsprong staat. Dus Spakenburg kan het zich niet veroorloven om hier punten te mossen. Eerste kans, tweede helft. Voorzet van Jeffrey Winter. En Leon Akswijk werpt zich in de baan van het schot. Dan Spakenburg met een counter. Steur, de snelheid, brengt hem langs zijn tegenstander. In het midden loopt Bonifacia. Maar hij wordt verdedigd. En de achterhoede van Spakenburg heeft uiteraard veel wisselingen ten opzichte van de week ervoor. Nu Woudenberg, Rademaker, Akswijk, Meijer, drie van de vier verdedigers die vorige week nog niet meespeelden. En dan in de loop van de tweede helft ontwikkelt zich een beeld van de wedstrijd waarin Rijnsburg langzaam het heft in handen neemt. En er gevaarlijk uitkomt zoals hier. We zitten bij Jeffrey Winter, hij kapt zijn tegenstander uit en legt de bal op de schoen van Danny van der Vijver. In de 62e minuut pakt Rijnsburgse boys de voorsprong. Rijnsburg onderdeel van de top 3 die in deze topklasse aan kop stond. IJsselmeervogels, Spakenburg, Rijnsburgse boys. Wie zou er kampioen worden, werd lange tijd afgevraagd. Rijnsburg haakte af. En bij verlies haakt ook Spakenburg af. Zelfs bij een gelijk spel worden slechte zaken gedaan. Misschien kan daar nu iets teruggedaan worden. Houwing krijgt hier de bal en er is contact. En er is zelfs een penalty, zegt scheidsrechter van der Roest. Was dit een vergrijp? En zo ja, was het een penalty? Niemand van de blauwen bekommert zich om de uitslag. De bal ligt op de stip en Houwing mist nooit en brengt de ploegen weer op gelijke hoogte. 64e minuut, 2-2. En er is nog van alles mogelijk in deze wedstrijd. Maar Spakenburg moet dan wel beter spelen, moet dan wel weer grip krijgen op het middenveld. Misschien lukt dat met Rotiné en later komt ook Jeffrey van den Berg nog in de ploeg. Maar de kansen zijn over en weer en misschien nog wel meer voor de Uien uit Rijnsburg. Afgeslagen bal wordt hier opgepakt door Jeffrey van den Berg en een meter of 20 jaagt hij de bal over de goal van Tim Orlovski. Niet goed, wel spannend deze wedstrijd. En dan komt de bal voor de voeten van invaller Peter Freke. 7 minuten voor tijd legt hij de bal achter Sventa Brima. En het wordt ook de eindstand 2 tegen 3. Spakenburg maakt dit niet meer goed. Komt niet meer over de klap heen.
IJsselmeervogels wint wel de lastige uitwedstrijd bij Katwijk. Het vergroot de voorsprong op Spakenburg en kan zaterdag 7 mei kampioen worden in de thuiswedstrijd tegen Genemuiden. Fijne paasdagen, speaking you, oftewel tot ziens.